en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. En ja, ik heb de vlog nog niet in elkaar gestoken van gisteren. Dat moet ik ook nog doen, heb ik gezien. Hier net op mijn GoPro. Dan zal het er ook nog op staan. En ik dacht dat het ook... dat ze de gras niet mogen afmaaien in de maand mei. Maar hier zijn ze toch volle bak bezig. Vind ik heel gaaf. Kijk maar. Ja. Oeh, het is frisjes buiten. Zie dat ze zijn daar aan het maaien. Ja. Dan ga ik ook eens met een auto verplaatsen. Dan kunnen ze hier ook wel maaien. Valasse. Ik ga eens richting mijn schatje toe gaan en dan kunnen we weer op een kante ding doen. GSM op de houder, daar zet ik altijd wijzen op. En wat, poh, wat een John Deere, moet ik ook zeggen, want het is een John Deere die hier het gras af aan het maaien is. Vandaag, nu zien jullie mij nog wat beter. Ik zat toch niet op wifi, hè? Jawel, ik zat nog op wifi. Wifi uit. Die had nog juist iets gezegd. Probeer het nu. Eens even kijken, hè. Wat Waze weer al te melden heeft. Rit met headspace. Voel je goed tijdens je rit. Imagine the moment you passed your driver's test. Remember that feeling of freedom? The excitement of the open road. Use that beginner's mind to head out like you've got a fresh license in your pocket. Okay, dan. Ik zal nog eens een keer eens laten afspelen. Imagine the moment you passed your driver's test. Remember that feeling of freedom? The excitement of the open road. Use that beginner's mind to head out like you've got a fresh license in your pocket. Okay, dan. Dat gaan we doen. Allee, tot service allemaal. Yo, yo, yo. Ik sta hier bij een woningbrand. Ik ging een schatje ophalen. Holy shit. Goed dat ze die brand nog onder controle krijgen. Want het is een serieuze brand. Ze zijn begonnen met de plussamen te werken. Dus brandweer doet echt zijn best om de brand onder controle te krijgen. Zelfs de pest is afgekomen, zie ik hier net. Hier voor mij staan ze ook te filmen richting die woning. Die geraakt is door de brand, zal ik zo zeggen. Ze gaan nu met een hoogtewerker gaan ze proberen ook die brand te bestrijden via de dak. Want het schijnt dat de brand zich situeert onder de dakplaten. Want daar moet het dan ook gekoeld worden om de brand dan te kunnen bestrijden. De volgende hulpgoederen zijn ook genoeg geavondeerd. Dus... de volgende tankwagen is nu ook gearriveerd. Eigenlijk de bevrijdingswagen. Dus... maar ze zijn nog redelijk goed aan het plussen. Ze zijn heel snel aan het werken, jullie zien het. De kabel is ook uitgerold naar kinder toe. Oké. Ze gaan mijn schatje ondervragen. Schatje of TVL? Ja, oké. Ze heeft het toch maar weer geflikt, hè, mijn lievertje.
voor Rot TVL te komen. Als ik de beelden kan vastkrijgen, gaan jullie het na deze fragment dan ook bezien. Ik zal zeggen, veel is volledig in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond 11 uur in een achterbouw van een huis aan de Boerenkrijgssingel in Hasselt. De rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer was snel ter plaatse, maar de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In een huis langs de Boerenkrijgssingel in Hasselt slaan de vlammen door het dak van een achterbouw. Buurtbewoners werden opgeschrikt door de vlammen en de rook. De rookpluim was van ver te zien, volgens sommigen tot in Alken. Ik zag bij mijn woning in de vouden slaan, maar zoveel, zag ik rook van die huis komen. En toen stuurde mijn vriend van, ja, dat zijn, hier is ergens brand, kan ik wel bij u geraken? En zo ben ik hier beland. Ik zag een hele zwarte wolk, ik zeg, wat is daar gaande? En toch, hier, ik was gewoon een wandeling aan het maken en opeens keek ik naar boven en zeg, potverdorie, dat is brand. En eer dan de brandweer hier is, ja, dan ze moeten nog water zoeken en alles, ja. Dat duurt wel een beetje, hè. De brandweer is snel ter plaatse met bus en ladder. Terug thuis aangekomen na de brand, wat we hebben gezien. En hopelijk hebben jullie ook van het fragment genoten van Bea of TVL. Het was gewoon... Waar ik ervan wist, dat ik dacht, ik heb een antwoord als ik dat van bij mij thuis zag. Ja. Ik heb goede antwoorden gegeven, voilà. Allee mensen, ik zie jullie... Nee, jullie dingen is niet aan het stotteren. Dat was ik. Nee, je moet dat niet faken. Allee, ik was nu zo aan het faken dat precies dat jullie beelden zo blijven stil... Zie, ze blijft geluiden maken, hè. Ja, het is wel voor goed dat ik geluiden blijf maken. Ik weet het. Dus, als ik... Sorry. Dat deed niet expres. Dat weet ik. Allee mensen, ik ga de vlog subiet in elkaar lossen. Zo mensen, ik heb hier juist in Alken Centrum mijn medicatie gaan halen. Dit is hem geworden, de Axixaya of zoiets. Wat ik laat jullie eens even zien. Dat van mijn pols. Om voor wat terug beter te maken. En al. En ik heb het fragment al gezien waar Bea in voorkomt. Ik ga nu naar thuis toe om te kijken of je dat toch kan afhalen, ja of nee. Als het er niet kan, ben afgehaald. Dat betekent dat hij niet in mijn vlog is voorgekomen, dus sorry ervoor. Want ik had die normaal gezien achter een bepaalde fragment al moeten steken. En nu nog in mijn wagen geraken, dat is weer even geduld hebben. Hier in het centrum van Alken. Vanaf maar nu krijg ik het er wel in. Voilà. Allee, ik zie jullie allemaal straks terugkomen en zeggen, oh, wat een chandeer. Ze zijn hier de gras echt heel goed af aan het maaien hier achter mij. En dat is een mooie, lekkere chandeer die daar rijdt. Ik weet niet of jullie hem zien. Wauw. En die is heel die vlakte, hè. Helemaal aan het maaien. Dat is goed. Dat is heel goed. En Alken Ademt is ook hier. Dus gemeente Alken. Maar ik zie hun nergens wandelen. Dus ja. En voilà, ça. Ik ben terug thuis. Terwijl ik achter mijn computer gekruipen, terwijl ik kijken ook op TVL. Kijken als ik hem kan te pakken krijgen, de beelden. Daar ben ik wel nu wel ontzettend benieuwd naar. Allee, tot straks allemaal. Zo. Ik heb een freeware programma gedownload voor te kunnen capturen. Dus die beelden kunnen capturen van TVL. En dat is ook mij gelukt. Maar als jullie toch echt de ganse fragment willen zien,
Ik ga ook proberen zo stil mogelijk en ik ga ook mijn ramen even toe doen. Dat dan toch het geluid wat zachter is. En dan zou je hier wel nu de ganse fragment bij mij te kunnen zien. Dus in deze fragment. Ik ga het jullie dan ook nog eens een keer laten zien, maar dan de volledige fragment. Want via dat programma kon ik maar maximum 1 minuut. En die duurde 1 minuut en 27 seconden. Ik zal zeggen, veel kijkplezier. Want ik ga nu op like drukken. En ik ga nu heel stil zijn. In Hasselt is een huis volledig in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond 11 uur in een achterbouw van een huis aan de Boerenkrijgssingel in Hasselt. De rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer was snel ter plaatse, maar de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In een huis langs de Boerenkrijgssingel in Hasselt slaan de vlammen door het dak van een achterbouw. Buurtbewoners werden opgeschrikt door de vlammen en de rook. De rookpluim was van ver te zien, volgens sommigen tot in Alke. Ik zag bij mijn woning in de vallen staan, maar zoveel, zag ik rook van die huis komen. En toen stuurde mijn vriend van, ja, dat zijn hier de huis brand, kan ik wel bij u geraken? En zo ben ik hier beland. Ik zag een hele zwarte wolk, ik zeg, wat is daar gaande? En toch hier, ik was al gewoon een wadding aan het maken. En opeens keek ik naar boven en zeg, wat verdorie, dat brand. En eer dan de brandweer hier is, ja, dan ze moet nog water zoeken en alles, ja. Dat duurt wel een beetje, hè? De brandweer is snel ter plaatse met blus- en ladderwagens. Het heeft niet lang geduurd om het vuur onder controle te krijgen, al is de schade groot. Eigenlijk is het volledige huis in de vlammen opgegaan. Er was iemand aan het opruimen en die had dan ergens vermoedelijk iets van elektrische aard dat de oorzaak was, maar de oorzaak is nog niet duidelijk voor ons. Er stonden nog een paar gasflessen, maar die hebben we kunnen koelen en in veiligheid kunnen stellen. En nu zijn we nog bezig met de rest af te blussen. De precieze oorzaak van de brand moet dus nog duidelijk worden. Voilà, nu hebben jullie ook het ganse fragment gezien. Ja, ik was op dat moment richting Bea aan het rijden. En dan in één keer zo'n rookwolk tot een met. Ik zeg van, dat kan toch niet. Dan hier al in Sint-Lambert zei ik een voice memo gestuurd. Zeg, schat, ik kan toch wel nog wel bij jou geraken, hè? Wat scheelt er? Ja, daar is brand ergens in uw buurt. En dan in één keer kwam ik zo dichter. Toen stond ik al bij de record. Zag ik wel een hele zware rookpluim. Ook wel in de buurt van haar, daar begon ik ook al wat schrik te krijgen van haar woning staat toch nu niet in branden. Nee, het was dus een andere woning. En ja, ik zal ook nog eens even een grote artikel van Jarne Putz ook eens voorlezen. In Hasselt is een huis volledig in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond 11 uur in een achterbouw van een huis aan de Boerenkrijgssingel in Hasselt. De rookpluim was kilometers ver te zien. De brandweer was snel ter plaatse, maar de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Voilà. Voilà. Dan hebben jullie dat ook weer al gehad. Ik zal zeggen, ik ga nu even kijken wat ik nog allemaal kan doen. Ik ga ook mijn computerkeur nog rustig laten doen en al. Dus ik zie jullie allemaal stressjes terug. Yo. Dat zit er niet in, hè, voor mij. Nu op weg naar de OCMW toe, want mijn bewindvoerder die is er nog tot kwart voor. Heb ik dan al papieren? Ik heb eens lopen kijken. Het was zo ene afzonderlijk papier. Ja. Oké, ik heb al mijn papieren. Ja, want ik kan er wel ergens niet aan uit dat hij mij misschien kan helpen. Dus, en dan gaan we dat gauw ook doen. Helaas. Hoi. Zo, hier nu bij het frituur. Het rondpunt aangekomen. Hier kun je heerlijke frietjes eten, frikandellen, schotels, noem maar op. Heel veel. Broodjes. Maar wat ik heb vandaag besteld is een Romeo XXL met curryketchup en dan ook nog eens voor mijn vriendinnetje een grijs broodje hesp. Voor toch de dag mee af te sluiten. Want ik begin echt moe te worden. Samenstand als ik thuis kom, vlog monteren en dan serietjes kijken en dan slapen. Hier nu thuis aangekomen.
Scheeffout. Ik zie veel rood. Ik zie veel rood op mijn scherm. Oh my god. Veel rood. Heb ik dan zoveel al gedaan dat er, ze zeggen dat er onvoldoende scheefruimte is? Oei. En als het nog wel. Eens even kijken dan, hè. Heeft hij echt al mijn scheefruimte al ingepalmd? Oh my god, ja. Shit. Oké. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Opslag, eens even kijken. Ik heb wat puntjes gedaan. Wat blijft? Met groenten. Nee, zonder groenten heb ik gevraagd. Oh, dan hebben ze met groenten gedaan. Is dat erg? Oké. Gezond, hè? Het is wel gezond, ja. Dus even. Ik ben even in de kamer. Oké, dat is goed. Tot zo. Tot zo. Eet uw hamburger niet te snel op. Nee, dat ga ik ook niet te snel op eten. Ik ben nu zo even zo aan het kijken van. Ja. Dit kan ik nog wel doen, dit kan ik nog wel wegdoen, dit kan ik wegdoen, dit kan ik wegdoen. Oh my god. Dat is toch wel veel, maar. Er zijn wel spelletjes die ik wel speel, die ik nu op mijn schijf ga laten staan. Ja. Dus ja, ik ga me daar even mee bezig houden en dan ga ik eten, lekker met een Romeo XXL. En dan nog wat serietjes kijken en dan richting mijn bedje ingaan. Allee mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat het een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo 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 yo. Nee, jullie blijven niet hangen. Yo 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 yo. Nog altijd niet. Yo 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 yo. Tot later.